Voorzitter, ik sprak voor de kerst nog met Annemarie, verpleegkundige in een van de grote ziekenhuizen in Nederland. En ze vertelde over alle agressie waar ze mee te maken heeft. En hoe moe ze is. Moe is van het werk wat ze zelf doet. Moe als leidinggevende van die verpleegkundige om ook haar collega's op te vangen. Als ze weer iemand hebben zien overlijden op die COVID-afdeling. En op de vraag die ik haar stelde van, is er nou een moment waarop je denkt, ik ga niet naar mijn werk? Geen seconde. En wat het laat zien is dat al die mensen die in de zorg werken, hoe zwaar het ook is, geen dag verzaken. En des te kwalijker vind ik het als de politiek, als Den Haag, als dit kabinet wel verzaakt. En dat is het geval als het gaat over in ieder geval de vaccinatiestrategie. En dat maakt mij boos. Omdat we van de mensen in de zorg vragen het maximale te doen om de IC's te laten draaien, om de mensen te blijven verzorgen met heel weinig collega's, moeten wij ook het maximaal doen. En als deze minister van Volksgezondheid dan zegt, een week meer of minder met het vaccineren, dat maakt niet zoveel uit. Ook als het RIVM dat zegt, dat is verkeerd. Dat gaat namelijk uit van het idee dat we groepsimmuniteit moeten creëren. Ja, dat willen we uiteindelijk met zo'n vaccin. En dan maakt die ene week echt niet uit, want aan het einde van het jaar heb je dat bereikt. Maar voor individuen maakt het wel degelijk verschil. En 17 december hadden we hier een heel stevig debat. Stelden we hier tal van vragen aan de minister om te zeggen, had het niet eerder gekund? Kon het niet eerder? Kan het niet sneller? Sneller, het was onverantwoord. Het zou allemaal niet sneller kunnen. Nee, er zijn geen fouten gemaakt. Dit is hoe het moet. En 3 weken later krijgen we een brief waar nog net niet sorry in staat. We hebben toch fouten gemaakt. Het had allemaal wel sneller gekund. Er zijn kostbare weken verloren gegaan en dat is onacceptabel. Dat we van de mensen in de zorg het maximale vragen, vragen we ook het maximale. En het is bijna onmenselijk, dat besef ik van dit kabinet en deze ministers. Het is misgegaan met het vaccineren. En de brief die er nu ligt geeft mij niet voldoende vertrouwen. Om te denken dat het nu wel goed gaat. Dat zit hem vooral op het punt, de capaciteit die er nu is om in te enten. Over het Moderna-vaccin wordt bijvoorbeeld gezegd, het ligt in de verwachting dat we dit kleinschalig kunnen gaan gebruiken. Dus dat dit via de huisartsen en via de verpleeghuizen gedistribueerd kan worden. Wat nou als dat niet kan? Wat nou als we toch grootschalige locaties nodig hebben? Hebben we dan genoeg aan de 25 locaties van de GGD? Hebben we dan genoeg aan de 400 prikkers die daar zijn? Er wordt geschreven dat er via externe partijen de GGD gelijk de beschikking heeft over extra menskracht. Dat werd ook gezegd, precies dezelfde passage over het testbeleid. Over het bron- en contactonderzoek. Ik wil cijfers zien. Hoeveel mensen zijn er nu beschikbaar? Op afroep. Wie kunnen we, als het morgen het vaccin komt, inzetten om in te gaan? En voorzitter, het moet veel beter. En hetzelfde geldt voor het testbeleid. Nu de Engelse variant er is, maak ik me grote zorgen over wat het betekent met de R. Die gaat structureel omhoog. Het is een kwestie van tijd voordat dit ook de dominante versie van het virus hier in Nederland wordt. Dan wordt het testen nog belangrijker, want het is geen optie om nog maanden in deze lockdown te zitten. De sociale en economische gevolgen zijn niet te overzien. En de enige manier om daar snel verlichting in te brengen is via dat testbeleid. Wat gaat er nu gebeuren om daar de zaken te versnellen? En voorzitter, het is hard wat ik nu zeg. Maar het is wel waar, er is een probleem in het functioneren van deze minister van Volksgezondheid. En ik spreek daar de premier op aan. Hij is verantwoordelijk voor het coronabeleid. Hij is degene die de katshuissessies voorzet en al die bijeenkomsten. Hij is verantwoordelijk voor deze ploeg en mijn vraag aan hem is, op welke wijze gaat hij ervoor zorgen dat het niet weer misgaat met de vaccinatiestrategie en het verder uitrollen van het testbeleid? Ik wil de minister-president zien. Hij moet de verantwoordelijkheid nemen en dit naar zich toe trekken. Ik heb een hele concrete suggestie, eigenlijk twee. Ik heb eerder voorgesteld een aparte minister aan te stellen voor testbeleid. Ik kan me ook voorstellen dat er nu een regeringscommissaris komt voor het vaccineren. Een regeringscommissaris voor het testen. En dat deze rechtstreeks verantwoording afleggen aan de premier. Ik wil dat de premier zelf en direct verantwoordelijkheid neemt voor het vaccinatiebeleid en het testbeleid. Want dat is de manier waarop we de lockdown en het virus op de korte termijn in ieder geval onder controle kunnen krijgen. Voorzitter, tot slot nog iets over wat er vanochtend in de krant stond, over de IC-bedden. Als ik het goed begrijp, zijn er ziekenhuizen die meer IC-bedden hebben gecreëerd dan dat de afspraak was. En daar krijgen ze nu geen vergoeding voor. Dat is hoe ik het begrijp. Dat klinkt mij bijzonder raar in de oren. Ik zou zeggen, ieder IC-bed is er één.
En in plaats van dat we zeggen, u krijgt niet betaald, zou ik willen zeggen, rijd erheen en geef die mensen een lintje. Ik vind dat ieder IC-bed dat er op dit moment extra gecreëerd kan worden, dat moet vergoed worden. Dan wil ik niet in reacties van het ministerie zien, ze gaan maar naar de rechter, we wachten de uitspraak van de rechter af. Fix het. Het is namelijk ook wat het uitstraalt naar de rest van de zorg. Is er een conflict tussen het ministerie en zorgverleners over het betalen van rekeningen? Of staan we gewoon voor al die mensen die daar in de ziekenhuizen werken? Ze moeten het gevoel hebben dat deze minister er ook voor hen allemaal is. Daarom zou ik zeggen, stop die rechtsgang en dat kan door de portemonnee te trekken.